Meteen na de schietpartij in Zwijndrecht vroegen we u om hulp. Wie wist meer over de 49-jarige verdachte die op zaterdag 21 januari zijn ex en zijn voormalige schoonmoeder neerschoot? Later loofde de hoofdofficier van justitie een beloning uit van 30.000 euro voor de gouden tip. Dat gebeurt vaker, maar het bijzondere in deze zaak is dat de beloning ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Twee tipgevers mogen de 30.000 euro verdelen. Ik kan daar niet veel over zeggen, omdat de privacy van deze melders en de tipgevers en de veiligheid van hun voorop staat. Die beloning wordt verdeeld onder deze tipgevers, maar verder kan ik om die redenen niets over deze zaak zeggen, omdat het natuurlijk gaat om een milieu waarin sprake is van ernstige criminaliteit. En over zware criminaliteit gesproken, verdachte V heeft zeer waarschijnlijk hulp gekregen om uit handen van de politie te blijven. En dat gaat nog een staartje krijgen. Hij is natuurlijk langere tijd onder de radar gebleven en heeft daarbij hulp gekregen. Dat is een strafbaar feit en wij willen die mensen uiteindelijk in beeld gaan brengen en ze daar ook voor ter verantwoording roepen.